Goedemiddag allemaal. We gaan vandaag de waterpompziel monteren. Het oude CX-model heeft een kleinere passing hier. En er is nog maar één model leverbaar. En dat is het grote model. Dus het laatste seriemodel van de Honda's, Silverwings en de Customs uitvoeringen. De E-types, de 650 modellen, die hebben allemaal deze maatvoering. Dat wil zeggen dat de oude CX-500 modellen, de voorlopers, een te kleine passing hebben. Nou, dit krijg je nooit passend. Ik gebruik hier trouwens een imitatieuitvoering. Past bijvoorbeeld ook in een FJ1300 van Yamaha. Dat is allemaal hetzelfde. Ik heb hier een imitatie. Het liefst monteer ik ze van Yamaha. Die zijn het goedkoopste en ook het beste. Onderling zie je weinig verschil. Waar het om gaat is dat we deze passing op maat willen maken aan de hand van deze bus. Deze bus die moet iets vervormen om krap passend sluitend te gaan zitten hierin. Nou, zo krijg je hem er nooit in. Dus we moeten de boel opruimen. Ik wil namelijk hebben dat hij ongeveer 3 mm in dat hele gebeuren zakt. Ik heb hier een mes. Ik hoop dat het te zien is, want ik kan mezelf niet zien filmen. En daar schraap ik dus echt aluminium weg. Ik snij echt aluminium eruit. Ik pas. Nee, dat zit nog niet goed. Ik ga er nogal lomp op tekeer, maar ik heb het al zo vaak gedaan. Nu voel ik dat hij er een paar millimeter in wil zakken. En als je er nu een passend geheel op zet, zou je hem er zelf in kunnen tikken als je maar voorzichtig op het randje tikt. Neem daar een half uur de tijd voor. Dat heb ik niet, dus ik heb een passer, een speciale passende mal gemaakt. En dan kan ik hem zo op zijn plek drukken. Ga ik nog even niet doen. Ik ga even de boel nog even opschonen. Dit is een stuk rubber met diamantslijpsel erin. Kan ik nog eventjes de boel schoonmaken. Zorg ervoor dat het ontwateringsgaatje open is. Heel belangrijk. Test nog eventjes. Voelt goed aan. En nou een klein beetje hulpmiddel. Dat doe ik even buiten beeld, maar dat laat ik zo zien. Je ziet hem al voorbij komen. De siliconen kitspuit. Klein beetje kit. Gewoon standaard kit. Heel weinig, want ik wil het eigenlijk niet terugzien na montage. Dus heel weinig. Het is een beetje als smering bedoeld tijdens het monteren. En mocht er ergens een onevenheid zijn, dan vul ik daar het mee op. Nou, ik leg hem er goed in. Ik doe de mal erin, of de pers. Even kijken, daar is die. Moertje erop. En bij de eerste keer zie je wel eens dat hij scheef trekt, maar ik heb het persje zo aangepast dat het vanzelf gaat. Goed aandraaien en that's it. Dan zit hij. Voilà. En klaar is Kees. Deze zit waterdicht, goed gemonteerd. Dan nog even de waaier. Standaard waaier. 500 en 650 modellen zijn verschillend in hoogte. Let daarop. Maak dit goed schoon. Deze is gezandstraald en eventjes in de metallic spray gespoten. Als ik deze ring er nu in wil drukken, dan wil dat niet. Dat gaat heel stroef. Dus wat doe ik? Ook hier een klein beetje hulpmiddel. Klein beetje siliconenkit erop. En ik druk hem op zijn plek. En dan is het klaar. Dan zit het goed. Zorg ervoor dat het pasvlak schoon blijft. Deze moet ik even schoonmaken en wat kit op. Maar gewoon met een droge doek afwrijven. Dan is het klaar. En dan kan die straks gemonteerd worden. That's it. Meer is het niet.